Dit filmpje gaat over de opvattingen van Jerry Fodor over de zogenaamde representationele theorie van de geest en waarom hij de geest ziet als relatie tot een taal. Voordat we ingaan op de opvattingen van Fodor, je zou trouwens even naar zijn foto moeten kijken hier rechts, krijgen we eerst even een korte quiz. Die quiz gaat over een heel simpel vraagje, namelijk wanneer vond de gulden sporenslag plaats? Was dat A op 11 juli 1302? Was dat B op 25 oktober 1532? Was dat C op 6 januari 1458 of D op 15 maart 1296? Denk even na. Het goede antwoord is A. En natuurlijk had je dat antwoord goed. En ook als je dat niet goed had, krijg je hier de verklaring voor waarom dat het geval was. Stel, dit zou een goede verklaring kunnen zijn: dat er in jouw hoofd een zogenaamde universele vraagbeantwoorder zit. Stop je daar een willekeurige vraag in? Hou je rekening met dat er een mogelijkheid is dat je bepaalde geheugen- en concentratieproblemen hebt, dan krijg je het correcte antwoord op de vraag. Als je dus niet last hebt van die geheugen- en concentratieproblemen. En dat gaat om elke vraag. Het maakt niet uit welke vraag je invoert. In principe, als er geen problemen zijn met geheugen of concentratie, dan krijg je het juiste antwoord. Nou, lijkt een beetje vreemd, want wie kan nou eigenlijk elke vraag beantwoorden als hij zich maar goed genoeg concentreert? Wat klopt hier niet? Nou, in de zekere zin zou je kunnen zeggen: de functionele rol uh, van um, een mentale toestand waar het hier om draait, die is correct beschreven. Maar die rol die kan niet gerealiseerd zijn. Want in de evolutionaire geschiedenis van de mensheid zou het nooit zo kunnen zijn geweest dat er zo'n universele vraagbeantwoorder um, in de mens zou zijn ontstaan. En dat betekent dat hier aan de ene kant wel correct aangegeven wordt hoe mensen zich gedragen. Hè? Mensen geven soms wel en geven soms niet het correct antwoord. Maar dat aan de andere kant die verklaring niet helemaal kan kloppen. Het is dus een zogenaamde pseudo-verklaring. En dan vraagt Foto zich af: hoe vermijd je eigenlijk functionalistische pseudo-verklaringen? Met andere woorden, hoe vermijd je dat je binnen, dat als je een functionalist bent. want Foto reageert met zijn opvattingen op het functionalisme. dat je dan dit soort verklaringen gaat geven? Want functionalistisch gezien is het correct. Dus wat houdt een functionalist dan tegen om deze verklaring te geven? Nou, zegt Fodor, dat antwoord op is heel simpel. Je mag alleen bepaalde functionalistische verklaringen geven... wanneer er ook daadwerkelijk een realisator kan zijn voor de functionele rol die je, uh, waarvan je stelt dat die er is. En dat roept de vraag op eigenlijk, wat moet dan die realisator zijn? Nou... Een belangrijke optie natuurlijk ook gegeven wat we eerder hebben gezien, is dat je gaat kijken, het gaat om neuronen enzovoort. Maar, zegt Fodor, um, dat is vervelend. Het is vervelend omdat het leidt tot een type identiteitstheorie en de problemen die met die type identiteitstheorie komen. Maar het is ook vervelend omdat um, deze problemen precies de problemen waren die het functionalisme wilde vermijden. Het functionalisme wilde bewust niet spreken over. Um, welke realisator er is voor welke functionele rol... zodat het functionalisme ook toe kon laten... dat um, functionele rollen in meerdere verschillende soorten um, wezens tot stand kwamen. Nou ja, zegt Fodor, daar heb ik wel een oplossing voor. Ik denk aan een andere realisator. Wat mij betreft moet die realisator moeten zijn zinnen in een denktaal. En die denktaal, daar gaan we zo meteen nog veel meer over vertellen... die denktaal zou dan in verschillende wezens aanwezig kunnen zijn... Net zoals je taal kunt hebben op je computerscherm, op een plaatje of in een liedje. En je denktaal, die denktaal je noemt Fodor Mentalese. En in het Nederlands zullen we dan spreken over mentaals. Dus, hè, welke realisator eh, moet er zijn als, er, als je zegt er is ook een bepaalde functionele rol? Nou, een bepaalde zin in een denktaal of een relatie tot zo'n zin in een denktaal. En dat roept eigenlijk de vraag op natuurlijk: wat is dat dan eigenlijk, dat mentaals en waarom is dat zo'n goede realisator volgens Fodor? Nou, dat metaals dat kun je het beste begrijpen door um, de geest naar analogie van een computer te zien. En dat is ook precies wat Foto doet, omdat Foto zich aansluit met zijn werk bij ontwikkelingen in de, um, de kunstmatige intelligentie onder meer. Nou, um, We weten dus, van een computer natuurlijk, gewoon de computer die je op je bureau hebt staan, om maar zo te zeggen, dat die bestaat uit chips en processoren en andere onderdelen. En die zijn dan eigenlijk in deze metafoor te vergelijken met de hersenen. Over dat niveau wil Fodor het dus verder in een zekere zin niet hebben, althans niet als realisator. Dan zou je kunnen zeggen, je hebt zo'n computertaal. computertaal. Die computertaal zorgt er eigenlijk voor dat uh, bepaalde dingen um, aangestuurd worden in die computer en uh, dat die computer ook geprogrammeerd kan worden. Nou is dat programmeren misschien een beetje ongelukkig in de vergelijking, um, maar die computertaal is dus te vergelijken eigenlijk met het mentaal. En dan is er een weergave op het beeldscherm wat jij ziet. En dat zijn dan zeg maar de bewuste mentale toestanden. En het belangrijk punt hierbij is dat dus die computertaal realiseert de weergave die je op het beeldscherm ziet. Dus omdat er een bepaalde um, um, stukje code um, is, daarom is er ook iets op het beeldscherm. Nou, en als je die metafoor doortrekt, hè, dan is het dus niet zo raar om te stellen dat de realisator van een mentaal toestand een relatie tot een stukje taal kan zijn. Nou, mentaal is, dus die taal die die mentale toestanden kan realiseren. En Fodor zegt daar eigenlijk het volgende over: je moet het je ook zo voorstellen dat hoe, hoe ga je dan van de ene toestand naar de andere toestand? Dat je dus eigenlijk taal, dat je dus eigenlijk zin hebt in een soort doosje. Het is allemaal erg metafoorisch... het is letterlijk een doosje in je hoofd bijvoorbeeld een overtuigingsdoosje, een verlangingsdoosje en een handelingsdoosje. En als er in je overtuigingsdoosje de zin koffie is lekker staat en in het verlangingsdoosje de zin ik wil iets lekkers drinken staat, dan ga je door naar de handeling. Ik ga koffie drinken. Ja, dus je moet je voorstellen, je hebt die zinnen in zo'n doosje. Je verhoudt je dus tot die zinnen en die zinnen kunnen ook weer in verhouding tot elkaar treden of in relatie met elkaar treden en uiteindelijk aanzetten tot handelen. En Fodor is daarmee een aanhanger van de representationele theorie van de geest. En die representationele theorie zegt dat elke mentale toestand een relatie is van een subject tot een zin in het mentaals. Nou, um, we gaan nog iets meer vertellen over wat die taal dan eigenlijk inhoudt. En daarbij is het belangrijk om onderscheid te maken tussen syntax en semantiek. Um, Fodor zegt die taal, he, dat mentaals, heeft een syntax, heeft een grammatica, heeft dus iets waardoor uh, wel bepaalde zinnen wel en niet uh, correct zijn. En het heeft ook een semantiek, het heeft ook betekenis. En um, dat is zo en dat is ook belangrijk, zegt Fodor, daar gaan we later nog verder op in, um, omdat uh, zowel de syntax als de semantiek een rol spelen in hoe mentale toestanden um, nou, iets doen in jouw leven, om maar zo te zeggen. Nou, nu heb je hopelijk een beter idee een beetje van wat mentaals is. En belangrijk overigens is dat mentaal dus niet een taal als het Nederlands hoeft te zijn. En ook niet de taal waarvan je bewust bent. En net zoals je een computertaal je daar ook niet bewust van bent als je kijkt naar de computer. Um, en um, dan moeten we natuurlijk nog weten: waarom is dat eigenlijk een goede realisator? Hè? Want Foto heeft ons nu een beetje duidelijk gemaakt van wat is dat ding, maar waarom is het eigenlijk goed? Nou, kijk eens heel snel naar deze woorden. En bedenk je: maar nou heb, je al een beetje, heb ik het al een beetje verkant, Bedenk je: um, zit deze, is dit een woord in het Nederlands of niet? Goed. je hebt weer meegedaan aan een soort uh, psychologisch testje. Um, want het blijkt namelijk uh, dat er ten aanzien van dit soort testjes een zogenaamd frequentie-effect is. En dat frequentie-effect houdt in dat hoe frequenter een woord gebruikt wordt in de taal waar het over gaat, hoe sneller je het goede antwoord geeft. Dus bij de had je waarschijnlijk eerder gezegd ja, en dan bij vrijheid duurde het wat langer. En dan had je een woord natuurlijk nog wat niet in de taal voorkwam. Zegt Fodor, een mogelijke verklaring hiervan, een goede verklaring, zegt hij, is door aan te nemen dat die mentale toestanden relaties zijn tot zinnen in het mentaal. Waarom? Zegt hij nou omdat um, je dan kunt aannemen dat er in jouw geest een lijst is met woorden van jouw taal, geordend op frequentie van gebruik. En bij het bepalen of een woord onderdeel uitmaakt van de taal, dan dus zoek je de lijst van boven naar onder, dus van het meest frequent naar het minst frequente. En dat zou mooi kunnen verklaren waarom je sneller bij het doorzoeken, als het ware, komt bij die woorden die je dus het frequentst gebruikt. en waarom je dus ook sneller een correct antwoord geeft. En, zegt Fodor, ja, het is eigenlijk moeilijk om te begrijpen hoe je het anders zou moeten verklaren. dan doordat er inderdaad zo'n soort lijstje van woorden um, in je hoofd is. Ehm. Um, dan is er nog een ander iets wat Fodor graag wil verklaren. Er zijn nog veel meer dingen, maar dit is ook een belangrijk punt voor Fodor. Fodor zegt, um, de menselijke geest is productief. En productiviteit houdt het volgende in. Een mens kan oneindig veel gedachten hebben. En bijvoorbeeld je kunt denken, de moeder van Jan is lang. De moeder van de moeder van Jan is lang. De moeder van de moeder van de moeder van Jan is lang, et cetera. En hij zegt ook dat weer, kunnen we mooi verklaren bij behulp van het mentaals. Want hij zegt, een natuurlijke taal, zoals het Nederlands... Heeft oneindig veel zinnen, omdat zinnen uit delen bestaan die gecombineerd kunnen worden. Ik plakte daar net telkens gewoon een, een de moeder van, als het ware, aan de zin die ik had. Nou, en dan kun je zeggen, nou, maar dan als we het mentaals hebben, het mentaals heeft zo'n grammatica. En die grammatica is in dat opzicht vergelijkbaar met het Nederlands, zo'n syntax. Dan zou je kunnen zeggen, een mens kon oneindig veel gedachten hebben, omdat gedachten relaties tot zinnen zijn. En dus ook hier zijn er dingen die mooi verklaard kunnen worden met behulp van de aanname dat. Uh, denken een relatie tot het mentaals is. En dat is eigenlijk ook wat er voor Fodor uh, spreekt in een zekere zin. Hij zegt, we begrijpen eigenlijk wel hoe taal uh, de realisator kan zijn van een mentale toestand, want we zien dat in computers. En als we aannemen dat dat in mensen ook zo zit, dan kunnen we een hele hoop verschillende dingen verklaren die anders, zegt Fodor, moeilijk te verklaren zijn.